Afgelopen dinsdag is het lijk van de 38-jarige Braziliaan Gilvan Pereira Rocha aangetroffen in het Nassau-gebied. Het vermoeden bestaat dat Rocha om het leven is gebracht. Het lijk dat al in verre staat van ontbinding verkeerde, vertoonde een kapverwonding aan het hoofd. Ook is er een houwer in de directe omgeving van het ontzielde lichaam aangetroffen. Gilvan Rocha was golddelver van beroep.